Dit is het nieuwe wapen in de strijd tegen bijvoorbeeld grote natuurbranden op de Veluwe. Het high-tech helikoptertje weegt 15 kilo en laat de brandweer in één oogopslag zien hoe groot een brand is. Wat wij willen is dat er een snellere beeldvorming plaatsvindt van een incident. Want vaak in het begin van een incident is het natuurlijk chaos. En dan moet je snel overzicht krijgen, zodat je weet van oké, waar moeten we het eerst op gaan inzetten? Waar liggen slachtoffers? Waar zitten de vuurhaarden? Eerst moet de helikopter getest worden, zoals hier op een schietterrein van Defensie bij het Harde. De heli gaat op zoek naar vermiste personen. En hij heeft nog een high-tech snufje. De camera herkent bordjes op vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het lijkt dan misschien wel op een hobbyhelikopter, maar dat is hij dus zeker niet. En hij is ook wat duurder. 100.000 euro kost hij. Bent u dan niet juist zenuwachtig hoor? Ik denk, kost zoveel geld als u een foutje maakt. Een ton helemaal weg. Ja, we doen het al 5 jaar. Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Het zit meestal mee. Hoe vaak heeft u het meegemaakt, zo'n crash? In het begin vaak. En we vliegen nu al een heel lang zonder. Is het niet gewoon ook een heel erg leuk speeltje? Ja, het is natuurlijk ook een leuk speeltje. Maar daar moeten we wel doorheen kijken. Het is geen hobby iets. We gebruiken het voor echte incidenten. Het gaat over echte mensen, echte levens. En het kan gewoon een geavanceerde sensor zijn. De komende maanden moet deze speciale heli worden doorontwikkeld.